mensen, hier komen we in een nieuwe video, Hutke Floris. En vandaag spelen we Clash Royale. En ben je niet geabonneerd? Abonneer. De vorige video zijn er 50 nieuwe abonnees bijgekomen. Daar ben ik super blij mee. We moeten er nog ongeveer 500 of 600. En dan hebben we de 150.000 abonnees. Gebruik ook de creator code Floris. Als je nog niet gebruikt hebt. Maar volgend seizoen komen er 2 nieuwe evolutions aan. En ik ga er alvast mee spelen. Ik ben dus weer terug in de developer build. In de groep. Als je denkt, waar heb je het over Floris? Check even de vorige video. Maar walbrekers en bomber dus. En ik ga beide mee spelen. Ik ga het laten zien. We gaan er dus mee spelen. Maar eerst eventjes gewoon laten zien. Oké, hoe ziet het er nou uit? Walbrekers evolution ziet er dus zo uit. Cycles 2. En dit is de gameplay. Alvast een beetje, maar we gaan er straks ook mee spelen. Moet je kijken. Je hebt die walbrekers die springen op een grote ton. En als die kapot gaan, heb je mini walbrekertjes. Die dan nog even naar de toren gaan. Wij gaan wat interacties testen. Want ik ben super benieuwd. Arrows dus niet genoeg. Dat killt er wel 1. Maar dan kan alsnog eentje naar de toren. En ik vind sowieso de animatie echt super lijp. Moet je kijken. Ze gaan aan het chillen op die ton. En als ze doodgaan, is eigenlijk een soort van 4 walbrekers eigenlijk. Want ja, als die grote connecten, doet het natuurlijk extra veel damage. Maar wij gaan straks alles gaan wij testen. Ja, maar dit is dus de walbrekers evolution. Maar dit is een nieuwe evolution. Of nog een evolution. En dat is de bomber evolution. Deze heeft maar 1 cycle. En ja, dit is echt mega lijp. 1 cycle is trouwens echt bizar. Ik denk dat dit de beste evolution wordt. Misschien wel ooit. Oprecht. En ik denk dat die heel snel genurfd gaat worden. Want het is 1 cycle. En kijk hoe overpowered. Die bom gaat... Je kan letterlijk dus als er een mortier staat, hem gebruiken als een magic archer. Het is echt belachelijk. En de mortier one-shot hem niet eens. Dus tegen mortiers is dit heel OP. En dit is voor mij natuurlijk vervelend, want ik ben een mortierspeler. Maar 1 cycle dus. Dit zijn nog zijn stats. Maar wij gaan er gewoon mee spelen. Ben ik zo weer niet terug als ik ze beide geactiveerd heb. En dan ga ik gewoon wat interacties testen. Oké, ik heb nu tegelijkertijd speel ik op mijn iPad en ik speel tegen mezelf en ik heb ze beide geactiveerd. Ik heb nu dus de Bomber Evolution op mijn iPad en of op mijn kleine iPad en ik ben spelen nu zelf met de walbrekers. Niet de beste tactiek eigenlijk, want het gaat nu best wel slow met cyclen. Maar wat we eerst gaan testen is gewoon walbrekers same lane en als ik verdedig met mijn speerbolden. Met de goblins. Goblin gang, is dit genoeg? Dit is niet genoeg, ze hitten allebei. Wauw. Goblin gang niet genoeg voor walbrekers evolutions. Oké, wat we nu gaan doen is, wij doen een bomber giant push. Bomber evolution met een giant. En ik wil gewoon even kijken, ja. Stel je voor, ik drop de bomtoren hier. Kan ik de kingtoren activeren ermee? Oké. Dat is wel zwak voor de bomber. Want je kan dus de kingtoren activeren als je de bomtoren of een defense dus in het algemeen op een bepaalde manier neerzet. Dat is dus niet heel sterk voor die bomber. Net zoals met de firecracker kan je dus nu ook met de evolution bomber, als je hem dus goed plaatst, de kingtoren activeren. Dan wil ik nog heel even kijken hoe de bomber het gaat doen, de evolve bomber dus, hoe die het gaat doen tegen graveyard. Dus als ik gewoon de graveyard neerzet, hoe gaat die Evolve Bomber het dan doen? Wij doen eerst eventjes dit zo om dit te verdedigen. En dan ga ik nu dus Graveyard komen. En dan heb ik nu de Evolve Bomber hier. Want die doet natuurlijk extra splash. We gaan even kijken. Hoe sterk is die? Oh, dat is nu zelfs een tank. Die Royal Delivery die tankt. Ja, oké. Hij doet wel zijn werk. Maar wel veel damage. Oké, ben ik zo weer terug bij een nieuwe test. Oké, ik wil nu even testen hoe gewoon letterlijk heel simpel. Hoe een log het doet tegen walbrekers. Dus wij droppen hier de walbrekers. Drop ik gelijk de log. Oké, hit. Ja, ze hitten weer allebei. Ze hitten dus weer allebei. Die walbrekers zijn echt sterk. Ik ben zo weer terug bij een nieuwe test. Ik wil gewoon wat dingetjes testen. Oké, ik ben weer ready met beide kaarten. En ik wil nu bijvoorbeeld even testen. En ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar ik wil toch even testen. Killen arrows een evolved bomber? Normale bomber kill je met arrows. Ja, precies. Die evolve bomber heeft net wat meer damage. Of levens. Dus arrows killen niet een evolve bomber. Dan wil ik even kijken. Oké, stel je voor, ja. Ik doe gewoon even walbrekers en ik gebruik een kanon. Dus ik doe gewoon best wel normale defense voor die evolve walbrekers. Gaat er dan iets connecten of connect helemaal niks? Oké, helemaal niks connect. Oké, dat is wel een beetje een kleine opluchting. Dat ze dus niet zo sterk zijn. Oké, ik wil nu dus even testen of een
of een Royal Delivery wel de Evolve Bomber killt. Dus dat gaan we zo testen, ben ik zo weer terug. Daar hebben we alweer de Evolve Bomber, gaat supersnel. Killt een Royal Delivery de Evolve Bomber. Handig om te weten, Royal Delivery best wel een populaire kaart de laatste tijd. En die killt dus wel een bomber. Dus Arrows niet, Royal Delivery wel. Ik heb nu wel het gevoel dat ik die bomber goed begrijp. Maar ik wil toch nog even die walbrekers testen. Dus bijvoorbeeld walbrekers aan deze kant, Evolved. Oké, okay, oei, nou weet je wat, we hebben alleen goblins. Kunnen we dit verdedigen met goblins? Oh my, niet eens een beetje. Je zag natuurlijk al in die beschrijving dat die walbrekers, als ze natuurlijk kapot gaat, die eerste walbrekers, die Skelly skillt. Maar natuurlijk ook goblins. En goblins hebben niet eens een beetje een goed antwoord. Dus je moet eigenlijk voornamelijk nu gewoon verdedigen met een defense, anders komt hij er gewoon vol door in die walbrekers en ijzersterk. Het is dat het 2 cycle is. En die bomber eigenlijk nog sterker. Ik denk dat ik nu wel genoeg getest heb. Ik ga even terug naar mijn eigen account. Doen we nog even wat potjes. En ik zit best wel hoog. Maar ja, laat even achter wat jullie vinden van de walbrekers en van de bomber evolution. Welke hebben jullie er meer zin in? Welke denken jullie dat beter is? Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Ik ben zo weer terug bij weer potjes. Ik zit weer op mijn eigen account en wij gaan dus nu wat potjes doen. Ik sta op dit moment 1987 en dat moet hoger en dat zal ook hoger worden. We gaan nu natuurlijk de laatste dagen van het seizoen even flink aan de slag, flink rammen. 149ste dus nu van Nederland en ik wil een best finish neerzetten. Volgens mij is nu mijn beste finish 9.5k van de wereld of zoiets. Iets in die richting. Maar dit is een moment voor Mount of Land. Want ik denk dat volgend seizoen mijn beste dekje, het mortierdekje met de Skell Barrel, een stuk minder goed zal zijn. Voornamelijk door die Evolution Bomber. Die kan je dus gewoon op de brug leggen op mijn mortier. En dan is die mortier best wel de lul. Dus ja, ik moet dit seizoen gaan vlammen. En ik heb nog een paar dagen. In de video van vrijdag zal ik even verzorgen dat ik nog een stuk hoger sta. En dan gaan we gewoon even kijken hoe hoog we kunnen eindigen dit seizoen. Dan ik even dit doe. Wacht, hij heeft Zep Minor Skeldraken. Dat is dan een lavahond dekje. Oké. Daar kom ik niet zo heel vaak meer tegen. We doen snel eventjes dit. Hij heeft geen Zep en Cycle. Dus we... oh, hij heeft wel Arrows. Het is dus Arrows en Zep. Oké, het is Arrows en Zep. Dan gebruik ik straks de Skell Barrel om die Inferno draak weer een beetje terug te laten vliegen. Zodat we voor de rest geen andere kaart hoeven te gebruiken. Droppen we de Knight op zijn Miner. Hij heeft nu 2 keer de Miner aan die kant neergelegd. Of in ieder geval aan de voorkant neergelegd. Dat moeten we dus onthouden. Even kijken of hij nu Skeldraken zal doen. Want dan kunnen we die lekker vuurballen. En dan moet hij weer iets nieuws gebruiken voor de voor de Knight. Hij gebruikt Barbs. Die loggen wij. Dus Barbs Evolution. Maar ja, dat kon je natuurlijk wel een beetje raden. Want dat is natuurlijk wel het meest logische Evolution. Om te gebruiken tegen... of met Lavond. Of in een Lavond dekje. Zo, die ene Skell Barrel is dood. Of die Skeldraak is dood. Ik had beter dit heel anders kunnen spelen. Maar maakt niet heel veel uit. We doen een mortier. Gaat hij dan een hoge Inferno draak doen? Misschien wel. Maar ik wil het niet gokken. Want mocht ik het misgokken met mijn gang, dan waren we een beetje in problemen gekomen. Dan drop ik dit hier. Met dit hier. Met, hij gaat waarschijnlijk zappen. Dus we doen, ja, inderdaad, nieuwe spiegelbodden. En dan doet die ballon geen hitje. Dus dit is echt heel lekker verdedigd. Al zeg ik het zelf. Die spiegelbodden gaan lekker door chippen. Dan heeft hij nu de Barb Evolution. Maar wij hebben de... Mortier Evolution. Ik wil die Little Prince wil ik bewaren voor mijn, voor zijn Lavond. Dus vandaar dat ik nu de Knight gebruik in plaats van Little Prince. Ik ga ondertussen in de aanval met Evolved Mortier. Hij heeft dus Zep en hij heeft Arrows. Even kijken, doe even dit hier zo. Ah, shoot. Dat was niet ideaal voor mij. Ja. Het enige voordeel is wel dat die Inferno Draak ervoor gaat. Hij gaat sowieso Arrowen, dus vandaar dat ik dit nu doe. Doe ik dit. Dan doe ik dit. Dan hopelijk zit die Little Prince op de ballon. Dan gooi ik hier een vuurbal. Hopelijk raakt het nog de ballon. Het raakt nog de ballon. Dan wacht ik eventjes. Ja, mooi. Dan heeft hij nog steeds... Of heeft hij nu Zep in cycle? Dan denk ik dat ik met mijn Knight dit ga verdedigen. En dan hebben we eigenlijk al gewonnen. Dan hebben we gewonnen. Let's go. Want mijn Knight was het volgens mij. Pak daar zijn toren. Eerste potje. Heel easy binnen. Laten we gewoon in totaal 3 potjes doen. Doen nog 2 potjes. Eerste potje heel easy binnen tegen Dracula. Dat gaan we even checken naar zijn profiel. Even kijken. Dit is zijn profiel. Niet al te best profiel. Wij staan op dit moment van 149ste gaan wij naar plek
134 van Nederland en nog niet top 10k van de wereld. Altijd wel even handig om te laten zien na elk potje. We komen nu tegen Danjar uit de clan Mega Koert. Ik denk dat ik ga beginnen met mijn mortier, maar ik wacht eventjes een paar seconden nadat... Even kijken hoor. Ja, wat doet hij? Oké, nou dan gaan we een log gooien. Oké. Hij doet musketier in de back, doen wij Little Prince in de back. Is dit Hok 2.6? Zou kunnen. We gaan met Skull Barrel in de aanval via de linkerkant. Dan, als hij kanon dropt. Ja, dat is sowieso Hokwaarde 2.6. Dan droppen wij nu de ability. Hopelijk op tijd. Net te laat. Oei, slechte ability. Slechte ability van mij. En het is geen Hok 2.6. Huh, en op een of andere manier is de musketier geretarget. En dat is niet ideaal, want nu gooit hij letterlijk een ballon in een Little Prince. En gaat mijn mortier niet connecten. Wel connecten. Nice. Dus hij gaat één hitje doen. Ballon gaat nergens heen. Knight doet geen hitje. En twee speelkobolden laat hij gaan. Goed begin. Als ik nu Skullberg doe, zal hij waarschijnlijk musketier gebruiken. Is in principe prima. Of hij gebruikt nu zijn defense. Wat waarschijnlijk bomtoren of kanon is. We gaan het zien. Alle drie niet. Oké, wat gaat hij dan doen? Gewoon log of... Oké, barbell. Prima. Dit loggen wij, denk ik. Even wachten, wachten. Ja, loggen we. Doen we een knight. Oh, oké. Ik had niet verwacht dat hij nu met zijn blon zou komen. Doen we de spiegel hier op het hoekje. Die kan hij natuurlijk snowballen. En daar is hij op tijd mee, waardoor hij één hitje pakt. Als hij nu twee hitjes pakt, bouw ik van mijn hele leven dat ik niet mijn Little Prince gedropt heb. Oké, het is één hitje dus. Nou, dan geven we weer die mortier. Even die mortier, sorry, die musketier. Oké, hij dropt er nog niet. Barber heeft hier een cycle. Gaat hij wachten? Ja, hij laat wel connecten. Dat is in principe niet ideaal voor hem, want dat is toch 200 damage. Ik zit heel even nu te kijken wat nu handig is. Oké, ik doe even Little Prince hier zo. Knight hier zo. Ga ik even kijken of ik... ik ga risico nemen, maar ik wil even eigenlijk niet mijn mortier gebruiken op defense. Want we hebben nu de Evolve mortier. En die is best wel heel erg chill om te hebben. Doen we hier een knight. Oké, die is neer. Mooi. Loggen we dit, zodat die musketier nog wat sneller neer is. Nice, zitten we nu op de toren. Drop ik een hoge speerkobolden. Drop ik daarna een knight misschien? Nee, ik laat het nog heel veel gaan. Dit laat ik allemaal gaan. Oké, prima. Doen we een knight hier zo. Loggen we dit. Nieuwe mortier. Druk hoog zetten. Oké, maar pak je één hitje. Misschien wil ik eigenlijk niet dat je een hitje pakt. Dus ik doe even de speelbord erbij, zodat je nul hitjes pakt. Want anders gaat hij switchen van lane. En dat heb ik liever niet musketier neer. Chill, hij heeft dus ook bats. Vraag me heel erg af waarom hij nog geen bats gebruikt. Oh, slecht. Ik heb te laten. Oeh, veel damage. Ik weet niet waarom hij niet die bats eerder gebruikt heeft voor de scale barrel. Snowball defense gebruikt, waardoor wij nu rustig met de speerkobolden deze ballon kunnen stoppen. Zonder enige stress. Super chill. Dan drop ik Little Prince in de back. En ik denk dat hij... Nee, ik weet dat hij eigenlijk misschien wel gewoon moet gaan proberen te lane switchen. Want voor hem is dit gewoon niet ideaal dat we nu same lane pushen. Want hij kan niks... Inderdaad, zie je, daar komt zijn lane switch al. Hij kan niks doen tegen de... Little Prince in de back. Ik kan de hele tijd de Little Prince in de back droppen. En dan kan hij niks tegen doen. Hij kan daar ook geen... ballon in pushen. Want ja, hij kan hem niet stoppen. Want hij heeft geen spels ervoor. Dus dat is gewoon heel erg lastig voor hem. Winnen we dit potje relatief eenvoudig ook. Tweede potje binnen. Zie je maar, we stonden niet heel hoog. Alhoewel top 150 van Nederland ook zeker niet laag is. Maar dan zie je toch wel dat we echt wel heel comfortabel winnen. En we echt wel heel erg sterk zijn op dit moment. Of in dit seizoen en met deze meta. We staan nu 112e van Nederland zonder enige moeite. En als we dit potje winnen, staan we weer 100ste van Nederland. Of top 100 van Nederland. Dus we gaan het potje even winnen. We gaan even vlammen. Troy, een Lavond-speler zou ik echt niet erg vinden. Maar wel een enge badge. En als we dit winnen, dus top 100 van Nederland. En dan ben ik vrijdag weer terug met enge, enge gameplay. Het is inderdaad weer een Lavond. Ik kom dus nooit tegen Lavond. En nu opeens twee keer in de video. Oké, wacht ik even tot die... Skelder op de toren zit. Ja, dan drop ik dit hier. Mortiertje. Knight gaat hopelijk wat damage doen. Oeh. Vuurbal. Ja, dan gaat die mortier heel veel damage doen. En hij moet nog die Knight stoppen. Zie je, dus hij moest hier kiezen.
Hij kiest natuurlijk dan voor de knight, want als je die knight helemaal met rust laat, dan heb je helemaal een probleem. Waardoor hij dus... dit is dan wel weer chill voor hem. Waardoor hij dus niks tegen die mortier kan doen. Volgens mij heeft hij ook die arrows echt op 0 elixir of op 3 elixir gegooid. Dus hij heeft waarschijnlijk niet heel veel meer elixir dan ik, denk ik. En hij moet nog die knight stoppen. En ik denk dat hij dat gaat doen met skeldraken en dat hij daarna een miner erbij gaat gooien. Dat denk ik. Of hij laat de knight gaan. Hij laat de knight gaan. Hele slimme keuze trouwens. Hij doet veel minder damage. En hier, je ziet het nu. Hij heeft ongeveer 3 elixir meer dan ik. Lil Prince in de back. Skelbarrel. Hij gaat sowieso minimaal 3 elixir gebruiken om die Skelbarrel te stoppen. Of hij heeft Zap. Maar ik vind het toch waard. Oké, het was misschien niet waard. Want als we nu de toren kwijtraken hierdoor. Goeie gang wel. Hele goede gang. Kunnen we alsnog de toren kwijtraken hoor? Nee, de Leeuwprins blijft leven. Leeuwprins blijft leven doordat dit een hele goede... keuze is. Ik ben toch bang voor die Skeldraak. Toch bang voor de Skeldraak. Was die knight goed? Nee, maar ik was toch een beetje bang. Want mocht die Verderaak erop zitten, waren we de lul geweest. Het is het niet waard om dit te doen. Want letterlijk, je wil meer value halen uit je evolved mortier. Ik doe hier deze. Hij vuurbalt dat. Oké. Dat betekent dat hij geen vuurbal heeft voor mijn Leeuwprins. Dus kan ik het vanuit de back operaten met mijn Leeuwprins. Ik zit een beetje te denken alleen wat ik met mijn Evolve Mortier wil doen. Want ik vind dit zonde. Hij gaat dat sowieso laten gaan namelijk als ik dat doe. Ik denk dat hij zelfs dit zal laten gaan. Maar we gaan het even zien. Zie je, hij laat het al een soort van gaan. Dus het is een beetje zonde om nu... te veel te verdedigen. Ja, ik moet denk ik toch... Ik ga toch met die Evolve Mortier komen. Waarom deed ik dit nu uiteindelijk toch wel met die Evolve Mortier? Omdat die Evolve Mortier, wou ik zeggen, de Inferno Draak afleidt. Maar toen opeens bedacht ik me, wacht, ho eens even. Ik weet niet eens of die Mortier die Evolved Inferno Draak afleidt, want... Ik kan beter, die kunnen vuurballen, ja. Op tijd de arrows. Oké, hier kwamen we heel goed weg. Ik zeg niet dat we het verloren hadden als hij nu mijn toren had gepakt. Want we hebben wel eens gewonnen tegen Lavon terwijl we opposite towers pushen. En je kan echt wel prediction met die Evolve Mortier en dan een vuurbal voor de barbs. Of je kan wel dingen doen, zeg maar. Maar het is toch wel lekker dat hij mijn toren die gepakt heeft. We eindigen hier niet in de top 10k van de wereld. Maar we eindigen wel in de top 100 van Nederland. En ben ik vrijdag weer terug met nog betere... Bijna top 100 dan. Ben ik vrijdag weer terug. Hopelijk sta ik dan niet van top 50 van Nederland. Ik zal even kijken of ik een beetje omhoog kan pushen voordat de video begint. Want ik wil het seizoen echt gaan vlammen, jongens. Ik hoop dat jullie het video even kijken. Welke Evolution hebben jullie meer zin in? De Bomber of de Walbreaker? Welke vind je beter? De Bomber of de Walbreaker? Laat achter in de comments. Ik zie je de volgende video. En tot dan, mensen.